Robert Krabbendam, we staan hier vlak na de wedstrijd. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ik vond dat we vandaag qua energie wat minder waren dan de vorige wedstrijd tegen Zwolle. Wat natuurlijk echt een bekerwedstrijd doe or die is, zeg maar. En we misten ook wel onze spelmaker Lechard. Dat was wel zeker wel gemist, want daardoor krijg je een heel andere dynamiek op het veld. En Groningen is natuurlijk ook een ploeg van hoog niveau die uitgebalanceerd is en die dat heel slim uit weet te spelen. Aan de andere kant hebben er denk ik een hoop jonge jongens mooie ervaring op gedaan vandaag, minuten gemaakt. We hebben de score op zich verdedigend hebben we in fases nog wel goed gedaan, vond ik, naar capaciteit vandaag. En ik denk eigenlijk dat het vooral interessant is om nu vooruit te kijken naar de komende 4 wedstrijden die we hebben. En die we gewoon moeten kunnen pakken, denk ik. En een hele mooie halve finale beker waar we alle kansen hebben om naar de finale te stoten. Dus ik hoop dat we gewoon gezond volgende week met het volledige team op het veld staan. Thies erbij, Thies Teukens en Lechard Anderson. En een goede trainingsweek. En dan zie ik gewoon een mooi einde van het seizoen voor me. Hoe erg werd Lechard gemist? We missen hem natuurlijk zeker. Want nu krijg je, het is niet alleen dat hij er niet is. Maar ook een jongen als Jermaine Marshall, een wijze getalenteerde speler die dan zeg maar, zijn rol over moet nemen. Waardoor hij dus niet in zijn eigen kracht echt kan spelen. Waarin hij zeg maar, in de bal komt en van daaruit creëert, moet hij het nu opzetten. En dat is gewoon lastig voor hem. Maar ik denk wel dat we ons best hebben gedaan. En daar moet je gewoon van leren. En altijd alles blijven geven. En ik vond het wel goed om te zien dat de laatste paar minuten stond ik met 4 jonkies op het veld. Dat we gewoon hard bleven spelen en nog een paar leuke dingen lieten zien. Jullie zei net dat je minder pit zag dan in de bekerwedstrijd in Zwolle van de week. Waar kwam dat door? Ja, ik denk toch dat het soms voor veel jongens gewoon sport in het algemeen soms moeilijk is om binnen 3 dagen tijd zeg maar 2 keer vol gas te geven. Dat is wel nodig. Als je profbasketballer wil zijn, moet je die mentale weerbaarheid hebben. Goed voor je lichaam zorgen en wel gewoon weer er kunnen staan. En je moet toch altijd het geloof hebben, ook al is het andere team zwaar de favoriet vandaag. Als je niet het geloof hebt dat je zeg maar, die veld in kan stappen om te winnen, dan moet je ook geen topsport gaan doen, denk ik. Nee. Nu staan er nog 4 thuiswedstrijden staan er op het programma. Wat moet er in die wedstrijden beter dan vanavond? Ik denk dat we gewoon meer druk moeten zetten op de bal. Maar iedere wedstrijd ook in de wedstrijd op zich. Want ploegen hebben ook andere wapens, spelen tactisch anders. Dus daar moet je soms aanpassen. Maar gewoon die intensiteit en energie moet gewoon omhoog. En ook als het dan aanvallend niet loopt, zoals een dramatisch aanvallend, dramatisch eerste kwart. Ik denk het laagste waar ik ooit in de laatste 15 jaar... Wat ik meegemaakt heb, zo weinig punten op het bord, want er viel gewoon, zat een deksel op die ring, zeg maar. Maar ja, dan kan je wel verdedigend, kan je wel gewoon 100% gewoon geven. En dat hebben we gewoon 40 minuten nodig. En als je moe bent, dan kan je een wissel pakken en dan doet de volgende hetzelfde. En dan komt die aanval vanzelf wel. Ja, er werden veel kansen gemist, met name in dat eerste kwart. Maar er werden ook veel ballen ingeleverd. Sommige momenten zelfs dat het kaas van het brood werd gegeten. Ja, waar kwam dat door? Ja, slordig spel. Ik denk dat misschien sommige jongens dan op dit niveau toch soms geïntimideerd zijn. En het is een teamsport, je moet het met z'n 5 doen. Dus ja, die bal moet je laten gaan. En hoe meer er gedribbeld wordt, zeg maar, hoe meer kans op error. En dan is de timing moeilijker zeg maar, om open te komen. En daar voeren we gewoon niet goed uit. Dan moeten we betere executie hebben. En dat is iets waar we op moeten trainen, waar we het hele jaar mee bezig zijn. Maar ja, zoiets komt natuurlijk extra aan het licht tegen een ploeg die gewoon heel sterk is. En dan mis je ook nog eens je spelverdeler. Dus ja, dan komt het altijd extra naar voren. Ja. De trainer die denkt dat een 4e plaats nog steeds haalbaar is in deze competitie. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, daar moeten we gewoon voor spelen. Ik bedoel, kijk, we hebben nu 4 thuiswedstrijden, waarvan 1 wel voor de beker. Maar als je daar 3 van pakt, ja, dan staat er gewoon ook zware druk op Den Bosch. En dan is alles gewoon mogelijk. En het maakt echt een groot verschil of je thuis voor hebt in de eerste ronde. Mm-hmm. Dus ja, daar moeten we met z'n allen voor gaan. En vergis je niet, we hebben nieuwe Amerikaanse spelers erbij. En eigenlijk moeten we nu gewoon een proces waar je normaal meer tijd voor hebt, moeten we nu gewoon heel snel doen. En ja, dus iedereen moet gewoon echt... volledig aan boord zijn om dat gewoon goed op te pakken. Ja, dan zie ik niet waarom niet. Ik bedoel, wij moeten van onze eigen kracht uitgaan. Dus het vertrouwen zit erin? Ja, voor mij is het vertrouwen er altijd, zeker.